zijn. Ja, ja, dat willen we weten. Ja, wanneer okay. komen we bij de Matthäus-persoon onder de Koran? Dan moet je hier zijn. Okay. En dat is wat je in het Engels noemt, a different cook. A different cookie. Ja, dit is Hafiz Usman, 16e eeuw. En dit is het... Dit is een hele mooie replica. Je ziet onderaan de pagina zie je de kustos. Dat is het gidswoord dat bij het monteren van... Dit is dus een codex en geen rol. Dus een rol is een oudere vorm van het maken van lange teksten. Dit is een in de rug gebonden tekst. En zo'n ding heet een codex. En om ze correct in elkaar te vouwen, zet de kalligraaf het eerste woord van de volgende pagina onderaan de vorige. Oké. En mag ik ook vragen, deze versiering, is dat puur versiering? Nee, dat zijn segmenteringen van de Koran die een rol spelen bij het uit je hoofd leren van de tekst. Oh, okay. Want niet alleen een reis naar Mekka, ekeri leven is een doel, maar het is eigenlijk ook heel mooi als het je lukt om de hele Koran uit je hoofd te kennen. En als je dat lukt... Dan ga je door voor Hafiz, wat ook de voornaam van de vader van meneer Assad is. Mm-hmm. De vorige president van Syrië, Hafiz Assad. Hafiz